Moet je even in deze jurk vastleggen hoor. Zo knap. Heb je nog salty hair water? Ik ben helemaal duizend wel van deze rok. Jordi heeft helemaal outfit paniek. Ik doe het toch hoor. Nee, je mag echt inhouden. Ik heb dit lookje aan. Ben je een tandartsassistent? Kun je je ook afvragen. Goedemorgen. Het is maandag en het voelt als een gekke dag. Want ik was gisteren uit met Dio en Lizzie in de Jimmy. Wat je natuurlijk nooit doet op een zondag eigenlijk. Dus ik heb echt weinig geslapen en zeker meer wodka gedronken dan je hoort te doen op een zondag. Niet super bont gemaakt, maar ja, voel je dan toch wel, zeker als je richting de 30 gaat, zoals ik. Ik kan gewoon niet geloven dat ik over een paar maanden 30er ben. Even tegen hoe snel de tijd gaat. Ik zie mezelf. Ik heb even een spiegel hier neergezet omdat ik mijn outfit aan jullie wilde laten zien. Vandaag heb ik iets aan wat ik echt een soort lifehack outfit vind, want het ziet er wel leuk uit en als een look. En tegelijkertijd zit het als een pyjama. Dit is ook zo'n lekker stretchstofje. En ik word heel vrolijk van deze kleurcombinatie. Dit is een jurk van Stine Goya. Een Scandinavisch merk dat ik nu 2 jaar ken of zo. Waar ik echt wel meer en meer fan van ben. Hele mooie jurken ook. Als je echt een beetje wil investeren in iets bijzonders wat niet iedereen heeft. En wat echt heel lang mooi blijft. Is dat zeker een tip. Een beetje vergelijkbaar met Gunny qua prijskategorie en zelfs ook wel een beetje qua esthetiek. Iets volwassener misschien in een zekere zin. Nou, ik laat het jullie even zien. Hieronder heb ik dus iets waar Nicole me altijd super hard om uitlacht, namelijk een afgeknipte panty. Want ik heb het gewoon altijd heel koud en dat ziet dan niemand, maar anders kan ik zo'n jurk gewoon nu niet aan. Dus, dat heb ik eronder. Ik vind het leuk om zoiets vrouwelijks dan met een sneaker of stoere motorlaarsjes te combineren. Dus ik heb nu mijn Puma's eronder, die het zwaar hebben gehad gisteren ook. Ik laat het jullie even zien en hier overheen doe ik dan een leren jasje en that's it. Dit is de look, sneakers en deze jurk. Gewoon chill, comfortabel. Oké, nu zie je dus wel die zwarte panty, daar moet ik iets aan doen. Morgen, ik ga op pad naar Naarden. Het is nog vroeg en ik ben nog redelijk sleepy. Heel slecht geslapen op de een of andere manier. Juist als je weet dat je vroeg op moet, kan je dan niet goed slapen. Heb ik heel vaak. Dus ik heb nu echt 5 uur geslapen of zo. Nee, wel 5,5. Maar het is veel te kort natuurlijk. Dus het wordt ook een pittige dag met veel meetings. Dus ik hoop dat ik hier helemaal sterk uitkom. Wel met leuke dingen ook. Er staat weer veel leuks op stapel. En het Linda Festival komt er bijna aan. Waar we ook hele leuke dingen in het Linda Meiden Clubhuis hebben. Ik ben er, Noor van Queen of Jetlags is er. Je kan je oren laten piercen door mijn favoriete piercer. Je haar laten vlechten door een peetoom. Hele vette posters kopen uit Linda nummers. En nog veel meer van dat soort dingen. Freak shakes zijn er. Love it. En het wordt helemaal luipaardprint. Het is klusdag nummer 396. Wat? Ik heb vandaag een witte jeans aan met fans en een luipaardblouse. Een heel random ensemble. Oh, ik zie ook dat mijn BH erbij is. Alles staat weer op zijn kant omdat de nieuwe plinten net zijn gelegd. Zoals je in mijn eerste interieurvlog kon zien, is dat echt totaal misgegaan. En eindelijk is het opgelost. Dus de vloeren zijn nu helemaal check. Het toilet is ook zo goed als af, want ik ga er even comfortabeler bij zitten. Ik heb net hele leuke zwarte accessoires gekocht. En de spiegel hangt al. Er is een verkeerde lamp opgehangen, dus die moeten we even switchen. Op zich is deze ook leuk, maar ik vind het wel tof om van toilet echt een statement te maken. Zeker omdat hij die fantastische roze kleur heeft. Ik ben gewoon dol op roze. Hoe je het ook went of keert. Ik word zo vrolijk van deze kleur. En hij is zo mooi. Ja, dus dat wordt ook leuk. Dan wil ik nog een heel mooi klein geurkaarsje van Diptiek kopen. En ik zoek eigenlijk nog een spiegel waar een soort klein plankje of zo aan vast zit. Maar die vind ik alleen in hele grote formaten. Dus mocht je die tegen zijn gekomen in het zwart, laat het me zeker weten. Dan kan je ook een beetje dingen uitstallen. En dat vind ik altijd wel heel leuk. En over een dag of 11 beginnen ze aan de badkamer. Super spannend. Ik had opeens helemaal twijfels over een bepaalde tegel. Maar ik denk dat het toch echt een goede keuze is. En ik heb dus ook een oud roze keramieke waskom. Die echt insane geweldig is. En er komt zo'n mooie stalen frame in met glas. Dus het wordt echt
langzaamaan echt zo'n boutique hotelgevoel. En de slaapkamer is ook nog een work in progress. Ik dacht gewoon altijd van, dat doe je even in een paar weken. Maar het is gewoon echt een mega proces. En er komen zoveel details bij kijken. En dat is natuurlijk ook heel logisch. Alleen ik wist dat niet. En je ziet steeds dingen die je wilt doen. Want nu bijvoorbeeld is dadelijk alles zo mooi en af. En dan wil ik eigenlijk ook gewoon prima deuren voor mijn kledingkast hebben. Die hoeven echt niet fantastisch te zijn. Maar het is toch te onrustig nu in de kledingkamer. Ik durf hem jullie nu niet te laten zien. In ieder geval, vanochtend dus die plinten gedaan. Ik heb wat Linda teksten ondertussen nagekeken. Die zijn net opgehaald. En nu ga ik nog even werken. Dan heb ik een afspraak met Natasha van Bogaert PR. Een van mijn favo PR dames. En dan ga ik even naar huis, even een uurtje chillen en dan klaarmaken voor shownieuws. Wat ik dan s'avonds heb. Dus dat. Ik ben lekker bij Natasha, wat ik al zei. Ze zit in een nieuwe ruimte en het hangt vol met mooie inspirerende items. Echt verliefd erop. Het is echt een lekkere ruimte dit hoor. Ze wil niet op beeld denk ik, dus ik film wel gewoon de kleren. Ik ben met Susanne. Stefanos, jij lijkt altijd een stokstaartje. Je zegt nooit wat. Hoezo? Ja, gewoon. Je bent gewoon aan het eten, toch? Zit je bij Oriental Palace? City. City. Het is ook een paleis. We hebben dimsum. Heel lekker. Waar ik een beetje over twijfel, namelijk hele lekkere uitziende broodjes, maar er zit pudding in. Ik hou er eigenlijk nooit van. Heb jij dit wel eens gehad? Ja. Ik ben helemaal niet goed in die vlogs. Nee, jij kan er echt niks van. Je moet van. Mij helemaal niet filmen. Check dit. Het ziet er zo perfect en egaal uit. Goedemorgen! Het is maandag en niemand minder dan mijn lieve vriendin Nicole is bij mij. We hebben namelijk een stylingdag wat we eens in het half jaar of zo hebben. Dan gaan we helemaal door mijn kast heen, nieuwe sets bedenken, kijken wat we aan moeten vullen. Nicole is zo streng en rechtvaardig ook wel, want ze heeft altijd hele goede opmerkingen. En door erover te overleggen en te vragen of je je fijn in iets voelt en of je het ook echt draagt, kom je toch tot hele andere inzichten. Er is nu iets aan te schreeuwen over een item dat ze dacht dat ik al weg had gegooid. Helemaal duizelig wel van deze rok. Hallo, ja op beeld wordt die helemaal crazy ook. Ook helemaal crazy. Hier gaat het dan weer zo. Hoe vind je deze losse broek nog? Die had ik toen voor de shoot. Ik vind hem wel heel mooi, maar je hebt hem wel in een verdommetje gekocht. Dus misschien wil jij hem dan toch niet meer. Ik weet niet, ik vind hem wel cool structured of zo met die riem. Houden, hè? Oh ja. Gewoon die broek weg. Kijk, dit zijn de tips van Nicole Huisman Productions. Mooi, pink en pink. Ah. Hij is wel leuk, omdat ze kan niet jasje. Oh ja. Dat luipaard. Ja. Ja. Deze broek is ooit van mijn moeder geweest. Hoe fabulous. Maar jij hebt die toch nog aan? Ja, hij is eigenlijk iets te groot wel, maar... Kun je hem niet laten vermaken? Ja, hij is wel een lekker broekje. Kun je hem niet laten maken? Hoe is dat? Zou ik doen? Ja. Ja. Laat je vermaken staan. Hier? Hey, wat doet deze weer nog? Die moest weg. Hey, nee, die moest toch. Moest ik die niet passen? Ja, die moest passen. Nee. Nicole zegt dat deze laarzen te lomp zijn, wat ik wel snap. Maar ook ben ik echt zeker niet klaar om zonder deze laklaarsjes door het leven te stappen. Ja, we zoeken nieuwe laklaarsjes. Ja, maar die zitten toch niet zo lekker als deze? Iets spitsiger. Nee, nee, het moet weg. It's happening. Maar niet één houden. Nee. Ik doe het toch hoor. Nee, je mag echt geen houden. Hoezo? Oké, we gaan op zoek naar anderen en dan besluiten je of je er één mag. Oké. Goedemorgen. Ik ben op weg naar de Linda redactie. Mijn oorbel is net afgebroken. Dus ik probeer even te doen alsof dit een look is. Ik weet ook niet meer waar ze van zijn. Dus ik weet niet of ik ze nog terug kan brengen. Ik dacht van de NL Stories. Lekker scherp ben ik ook weer. Het is heel mooi weer vandaag. Ik snap er niks meer van. Is het nou herfst? Is het nou zomer? Wat zijn we aan het doen? Hele leuke, hele lange dag achter de rug. Ik heb nu nog één gesprek met iemand die we heel blij gaan maken. Met een nieuwe job. Dus dat is te gek. En we zijn echt met zulke toffe dingen bezig.
Je hebt natuurlijk het nummer 6 keer per jaar, maar ik wil echt wel vaak denken, hey, ben je van het vloggen? mijn missie is echt wel om te bedenken van, wat kan ik er nog meer bij bedenken? Hey, Ilse, ben je van het vloggen? Nee. Ik vlog hier eigenlijk nooit, omdat ik altijd zo druk heb. Maar nu dacht ik, vertel even over mijn dag. Wil jij nog iets zeggen? Het was een leuke dag. Het was een leuke dag, ja. We zitten echt lekkere plannen te smeden over toffe shoots in het buitenland. En leuke cadeaus voor bij het blad voor jullie. En online extensies en events. En manieren waarop we jullie nog meer bij de inhoud kunnen betrekken. En wat we terug kunnen geven als cadeaus. En daar word ik helemaal blij van. Peeps, ik ben weer thuis. Ik heb me heel snel omgekleed in een pak met een mooi glitterbehaartje eronder. En ik ga nu naar het Conservatorium Hotel. Waar ik ga eten bij Tyco. Echt heel erg leuk. Het is zo'n mooie, bijzondere avond altijd als je daar bent. En echt iets waar je voor spaart en wat je eens in de zoveel tijd misschien doet. Ik ben er met de bachelorparty van een goede vriendin geweest. En nog één andere keer eigenlijk om met 4 vriendinnen een beetje het leven te vieren. En nu ben ik uitgenodigd om het nieuwe menu te proeven. Dat zijn natuurlijk de leukste dingen aan deze job. Dus ik ga met Jordi, die er nog nooit is geweest. Dus ik heb er zoveel zin in. Echt een speciale avond. Dus ik dacht, ik ga me ook even mooi aankleden snel. Nu meteen doorracen vanaf de Linda redactie. Ik ben heel benieuwd ook wat het ingrediënt wordt. Ze hebben dan een heel menu wat in teken daarvan staat. Super cool. Met een hele goede chef. En wie ik daar allemaal nog meer zie. Ik weet dat Shelly er volgens mij is. Jordi heeft helemaal outfit paniek. Hij wist niet dat het iets chiques was. We moeten het daar hebben. Hij is met zijn ouders aan het skypen die in Amerika zijn, Canada. Hé, hey, schatje! Ja? Heb je zin in dit eten? Heel veel. Echt leuk, date night! Zeker weten, zeker weten. Hey, ik pas hier gewoon helemaal in voor een outfit. Shot. Ja, ik loop achter jou aan. Heel spannend wat dit allemaal gaat worden. Goedemorgen, het is nu woensdag. Ik ben lekker thuis aan het werk. Inmiddels aan het typen mijn huis ondertussen een beetje aan het opruimen. Het is echt een never ending process. Ik heb hier ook wel spullen naast me staan. En ik raak dus de hele tijd afgeleid. Maar ondertussen best wel wat gedaan ook. Dus dat is lekker. Ik voel me heel productief. Het is ook heel mooi weer vandaag. Dus daar word ik meteen wel blij van. Verder heb ik allemaal gekke plekjes op mijn huid. Ik weet niet hoe dat komt. Ik hoop dat het snel weggaat. En zo meteen ga ik naar een heel leuk event van L'Oréal. Ze lanceren een collectie samen met Isabel Marant. Waar ik natuurlijk groot fan van ben. En die ik ook mocht spreken een paar maanden geleden in Amsterdam. En ze heeft zo'n toffe, hele natuurlijke rock'n'roll-achtige stijl. En die vertaalt zich dan nu ook in beauty. Ik ben heel benieuwd. Ook of er nieuwe producten worden gelanceerd. En wat dan die Franse stoere touches die zij gaan brengen. Dus daar heb ik wel veel zin in. En er zijn ook een paar vriendinnen van mij. Dus dat is gezellig. Dus dat wordt een leuk event, denk ik. Oké, opgemaakt en ready to go voor de lancering van de collectie. Ik ben benieuwd. Ik ben er! Ik zei al in die producten. Ja, ik vind het heel leuk dat wat het doet, dat dat er zo naar deze beauty. Je hebt hier misschien wel onder. Ja, het is deze. So pretty. Zien we dit? Hoe heet die? Kijk, Pigalle Western. Is het goed? Ik denk het, maar het is echt super mooi. Ja. Golden hourtje hoor. Ik heb Jordi opgehaald. Golden boy. De golden boy. Op de brommer en ik zei je hebt 3 minuten om je klaar te maken en dan ga ik je meenemen uit eten. Ik was gisteren namelijk heel duf en toen dacht ik maak het even goed met nog een date night. Dus we gaan nu bij ons favoriete sushi restaurantje
lekker sushi eten en edamames eten. En we hebben net bijgekomen bij Libertine. En weer door. Date night. Jullie is even een foto aan maken van een mooie licht. Felix e-scooter e-mail betaling. Bedankt voor je rit met Felix. Oh ja, no worries. Ja. Ik gebruik Jordi's account voor van alles, omdat ik mijn Apple wachtwoord nooit meer weet. Maar dan krijgt hij ook altijd afschriften van apps om beter te slapen en al mijn ritten met Felix en zo. Ik ben op de set met echt iemand heel erg leuks. Die jullie denk ik allemaal wel op deze manier willen zien. En ik heb er zoveel zin in. Oh my god. Deze wil je echt hebben. Trust me. Maar ik moet je even in deze jurk vastleggen hoor. Zo knap. Ik dacht dat is mijn camera, maar het is jouw camera. Heb ik gejat. Ja. What's mine is yours nu hè. Oké! Mitch! Zo lang geleden dat jij mijn vlog was. Ja, echt lang geleden. En Vanka, die ons naar huis brengt. Dit zijn de stylist en de make-up artist van onze te gekke shoot van vandaag. Hoe goed is hij geworden? Top! Wel hè? Ja. Ja, is echt heel vet. Ik ben super blij. Echt, dit wil je echt hebben. Dit wil je ook zijn. Je wil er zo uitzien. Het is echt awesome geworden. Hallo, goedemorgen. Ik ben bij Jordi en ik ben Linda teksten aan het nakijken. Ik heb 3 artikelen voor me liggen. Een interview met Noor van Queen of Jetlags. Een heel bizar verhaal dat ik nog niet heb prijsgegeven. Spannend. Ja, hè? Spannend. Beetje van de categorie, ik was zwanger en ik wist het niet en toen kreeg ik opeens een baby. Wat? Daar is nu ook een mini-docu van op het Linda en Meiden YouTube kanaal. Raad ik zeker aan om te kijken. Sowieso om te volgen wel, want er komen hele leuke video's steeds op. Soms met mij erin, maar vooral toffe series met leuke BN'ers of koppels die bekend zijn. Of mini-docu's zoals deze. En de reality-serie van de balkjes. Dus er is veel te doen. Jij kijkt graag naar de balkjes, bedoel je? Waarom heb je dat docu nooit naar me doorgestuurd? Weet ik niet. Ze kunnen het nu wel kijken. Meisje die opeens zwanger is. Ik geloof het niet. Kijk dan. Oké. Spannend verhaal wel. Je ziet de baby ook, dus dat is wel bewijs. Ik ga zo meteen naar Kim toe, want die is jarig. En die gaat een kleine tattoo zetten om het te vieren. Dus daar ben ik natuurlijk bij. Heel leuk. Misschien gaan we daarna nog even lunchen en dan ga ik daarna verder werken. Kijk hoe het loopt. Het is heel stormachtig buiten. Kim belde me net ook al om te zeggen dat ik absoluut niet op de fiets moest komen. Wat is dat? Hallo. Ja, en kijken naar het woordje. Zo leuk. Ready om op pad te gaan. Jordi is ook helemaal in leven. Ik ben heel snel omgekleed in dit fabulous nieuwe pak. Wat helemaal van ribfluweel is. Lekker. En lekker warm, want ik heb het hartstikke koud vandaag. Oké, we gaan. Ik ga niet vloggen, want het is in de kroeg en daar is het donker. Maar ik ga nu naar Kim's verjaardag en hele leuke cadeaus aan haar geven. Weekend! Ik ben lekker bij mijn tweelingbroer en we hebben familieontbijt. Super gezellig. Mijn lievelingshuis. Zo mooi. Ik weet niet of ik het kan filmen. Bankjes. Dus ik ga de vloertjes, heb ik ook allemaal glas en lood. Niet normaal. Ik ben nu thuis op de bank en deze dag vliegt echt voorbij. Het is al 6 uur en we hebben echt niks gedaan. Ik ga straks met mijn vriendin Jess naar de film. Dus ik dacht, ik ga hem haar maar eens even keer wassen in het leven. Ook een goed idee. Lekker wit lookje aan. Ben je een tandartsassistent, kun je je ook afvragen. Jordi is ook aan het klaarmaken en hij vroeg net aan mij of we nog... Wat zei hij nou? Hoe noemde jij het nou? Selfie hair water.
salty hair water hadden. In plaats van sea salt spray. Heb je nog salty hair water? Kan je iets vinden? Wat ben je nu aan erin aan het sprayen? Salty hair water. Salty hair water. We moeten nu even snel wat eten. We hebben super honger. Ik had natuurlijk niks in huis. Wel hele lekkere hummus, maar niks om het op te doen. Dus nu hoop ik dat we ramen gaan eten. Of iets anders Aziatisch. Even kijken of ik Jordi kan overtuigen. Hij houdt nooit van soep, omdat je dan zo boven je bord heel erg moet hangen. Ik vind het heerlijk. Ik heb heel netjes mijn nagels gedaan trouwens. Echt profi wel, al zeg ik het zelf. Salty hair water! Dat heb je er allemaal ingespreid. Dit mega bouncy haar. Oh my god. Wat die hairwater crap. Wat gaan we eten? Ramen? Wil je dat? Nee, kom de hele tijd op mijn kin. Omdat je zo'n groot hoofd hebt. Zo'n kleine kin. Oh ja. Pizza? Ook lekker. Hallo, we zijn naar de fototentoonstelling Unseen geweest. Waar allerlei fotografen uit, volgens mij de hele wereld eigenlijk, hun werk tentoonstellen. Ook veel Amsterdamse fotografen. Jordi lekker op zijn bank te chillen. En ben ik de badkamer helemaal aan het leegruimen, want morgenochtend om 8 uur gaat de renovatie beginnen. Yes! Hoi, ik ga even mijn vlog afsluiten. Hij is lang genoeg volgens mij. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en vergeet natuurlijk niet je te abonneren als je geen video wil missen. Elke week een nieuwe vlog voor jullie. En er komen weer wat leuke home makeover video's aan. Dus ik zou zeggen, klik op die abonneerknop. Ja. Bedankt en tot in de volgende.